Vandaag is het jaarlijkse koningsschieten, dus we gaan nu eerst dadelijk onze koning ophalen. Die zit hier een eentje verderop in het dorp, daar marcheren we naartoe. Ja, ik ben er nu 41 jaar bij. En ze wouden me niet ophalen in Mel, dus ik sta hier met mijn zus voor de deur. Het broederschap is voor gildeleden één van de kernwaarden. Gildebroeders en gildezusters staan klaar voor elkaar als dat nodig is. In feite is dat de reden waarom de gildes zijn opgericht. En voor de gildebroeders en zusters een uitnodiging zijn de boodschap van het gilde uit te dragen. Om dit culturele erfgoed nog lang te mogen bewaren. Vroeger had dat de functie voor het beschermen van de bevolking en het beschermen van het altaar. Vandaar dat we ook nou bij de kerk zijn. Hè. In 1403 is er een altaar, ze noemen aan het altaar opgericht. En dat moet beschermd worden voor rovers. En dat gebeurde door het gilde. En tegenwoordig is het meer dat we elkaar proberen te helpen en te ondersteunen waar nodig. Dus al onze gildebroeders, ja, dat zijn allemaal goede kennissen en vrienden van elkaar eigenlijk als het ware.